Welkom bij Extra. We staan in de Palmentuin en deze plek is een belangrijke plek voor kunstminnend Suriname. Waarom is deze plek zo belangrijk? Nou, dat hoort u zo meteen in het gesprek dat ik ga hebben met de ondervoorzitter van de Nationale Kunstbeurs, de heer Juan Pawiro Rejo. We praten met Juan Pawiro Rejo. Hij is de ondervoorzitter van de Nationale Kunstbeurs. En we staan niet zomaar op een plek. Juan, welkom bij het programma Extra. We zijn in de Palmentuin. Waarom is de Palmentuin eigenlijk zo'n belangrijke plek voor kunstminnend Suriname? Alvast bedankt dat ik in je programma mag zijn vandaag. We staan in de Palmentuin inderdaad. En het is belangrijk omdat de Nationale Kunstbeurs in de Palmentuin begonnen is in 1965 ongeveer. Dat is zo'n 56 jaar geleden. Oké. En we staan aan de vooravond van een online edition van de kunstbeurs. Mm-hmm. Vorig jaar was dat online vanwege COVID. Ook dit jaar zal dat hetzelfde geval zijn. Hoe was het vorig jaar? Het was een daverend succes. Ook voor ons een aangename verrassing dat het zo vlot verlopen is. We hadden veel deelnemers, we hebben veel verkocht. Bijna te vergelijken met een fysieke kunstbeurs. Natuurlijk hadden we onze struikelblokken, we moesten het allemaal een beetje uitzoeken. Het was ook nieuw voor ons om meteen digitaal te gaan en een beetje ongepland. Want we hadden ons eigenlijk gericht op een fysieke beurs. En toen kwam er een pandemie op ons af en moesten we opeens aanpassen. Dus toen zijn we digitaal gegaan. En het was gewoon een daverend succes. En het heeft de deuren opengegooid om meer internationale talenten in Suriname aan de deelname te doen toevoegen. Omdat het digitaal was, hoefden mensen niet af te reizen om naar Suriname te komen om deel te nemen. Dus we hadden ontzettend veel internationale participatie. Oké, het beeld zal ook dit jaar niet anders zijn. Zelfde opzet in grote lijnen. Voordat we verder gaan met dat stukje, Juan, de kunstbeurs, je doet niet zomaar mee, toch? Nee. Je moet je opgeven. Moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen? Je moet talent hebben, laten we daarmee beginnen. En dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Iedereen interpreteert talent anders. Maar je moet gewoon talent hebben, je moet hart hebben voor het vak. Je moet zin hebben om buiten de lijntjes te gaan in het creëren van kunst. Je moet een beetje uitdagend zijn. We kijken naar allerlei verschillende kwaliteiten binnen mensen, hun werk. Compositie, techniek, maar ook wat is je visie, wat is je boodschap. Kunst moet inhoudelijk iets ergens voor staan. Je moet een mening hebben over iets en het moet of kritiek leveren op de samenleving of het moet mensen aan het denken zetten vooral. Dus we kijken naar dat soort elementen in de kunstwerken die we selecteren voor de Nationale Kunstbeurs. Dus het is niet zo dat het een platform is uitsluitend voor de ervaren mannen en vrouwen, maar ook voor de nieuwkomers. We zijn open voor ieder. Je kan nieuwkomer zijn. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook de categorie Young Talent, Teen Talent, geïntroduceerd. Dit jaar gaan we het misschien anders noemen, maar we hebben altijd wel hart voor de jeugd. Een van onze grote doelen is om de jeugd van Suriname te inspireren en om ze te tonen dat er verschillende mogelijkheden zijn binnen de verschillende vakgebieden. Je kunt als kunstenaar
rondkomen in Suriname. Je kunt je best doen, je kunt verkopen, je kunt internationaal doorbreken. Natuurlijk is het moeilijk en is het niet voor ieder weggelegd. Ik zal niet zeggen dat elke kunstenaar rondkomt aan het einde van de maand, maar er zijn kunstenaars die heel goed verdienen. Oké, ik ben een kunstenaar, opkomend. Ik denk dat ik een boodschap kan overbrengen. Heb ik de nationale kunstbeurs nodig om zeg maar, stappen te maken in mijn carrière? Ja, de nationale kunstbeurs is één van de wegen die je kunt bewandelen om bekendheid te brengen aan je werk. We zijn een platform. We bieden mensen de gelegenheid om hun werk aan het publiek te brengen, aan het brede publiek. En we bieden mensen de gelegenheid om hun werk te verkopen en zo via deze beurs een beetje naam te maken in de samenleving. Maar het is niet de enige weg. Er zijn verschillende galerieën zoals Readytex die ons bijzonder ondersteunt. Je kunt ook bij Readytex aankloppen en kijken als je via Readytex bijvoorbeeld je werk kwijt kan. Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen en de kunstbeurs is daar één van. En de goedkoopste als ik dat mag toevoegen, want onze deelname is nu op 400 SRD. We verhogen zeer zelden en het is altijd dat we doen het altijd vanuit de sponsoring. Dus onze inschrijfgeld blijft laag. Ofschoon het online was vorig jaar, hebben kunstenaars toch aangegeven van ik heb goed kunnen verkopen? Ja, we hebben heel veel positieve berichten gekregen. Zoals ik al zei, we hebben net zoveel verkocht als een fysieke beurs. Dus dat was voor ons ook verrassend. We dachten dat het iets minder zou zijn vanwege het feit dat mensen, als je rondloopt op een beurs, dan heb je meer connectie met het werk. En dan pakt iets sneller, waardoor je misschien eerder geneigd bent te kopen. Vandaar dat we dachten dat online de verkoop wat minder zou zijn, maar dat was gelukkig niet het geval. De Nationale Kunstbeurs, de tweede online edition, start wanneer en kunnen mensen zich nog inschrijven? De inschrijving is helaas afgesloten en we hebben meer inschrijvingen gehad dan ooit tevoren. Het verraste onszelf ook, we waren er heel blij mee. De keerzijde van de munt natuurlijk is dat we natuurlijk veel meer mensen hebben moeten teleurstellen. Ik wil aan die mensen meegeven dat het niet altijd te maken heeft met jouw talent, maar dat de competition gewoon heel sterk was. De kunstbeurs die gaat van start de eerste week van november. Een precieze datum die maken we nog bekend via Facebook, maar we mikken op de eerste week van november. En inschrijving is helaas al gesloten, maar we willen mensen natuurlijk motiveren. Er is altijd volgend jaar en we zoeken altijd naar talent. Oké, we zitten midden in de pandemie. Bij de vorige online edition heb je qua thema, om het zo te zeggen, heb je misschien een aanpassing gezien bij de kunstenaars? Dat ze met een aangepast thema zijn gekomen op de beurs? Wat ons opviel dit jaar, en daar ben ik zelf heel blij mee, is dat er veel meer digitaal werk was dit jaar. Je ziet dus dat er een movement gaande is, dat mensen meer digitaal werken en dat men het ook accepteert als kunst. Het was voor mij altijd een beetje een struikelblok in Suriname, dat men digitaal kunst wat minder apprecieerde dan fysiek kunst. Maar die beweging komt langzaam in gang en we hadden dus meer digitale inschrijvingen dan ooit tevoren en daar ben ik heel blij mee. Een van de opmerkingen in de samenleving, vooral kunstminnend Suriname, ja, maar we zouden toch met wat aangepaste regels een fysieke beurs kunnen houden. Ja, allereerst heeft het te maken met planning. Je beslist ongeveer rond februari en maart wat je gaat doen dit jaar. Je zet je jaarplanning uit en wij hebben ons gefocust op wat we ons kunnen garanderen. Een fysieke beurs konden we niet garanderen. De maatregelen veranderen ook per maand, per twee maanden steeds. Dus je kan niet garanderen dat je een fysieke beurs hebt. Verder vinden we het zelf nog onverantwoordelijk om 15.000 bezoekers die we jaarlijks hebben op fysiek bij elkaar te brengen. Tijdens een pandemie vinden wij gewoon onverantwoordelijk. Dus hebben we gekozen om nog één jaar tenminste digitaal te werk te gaan. Maar misschien dat we volgend jaar fysiek gaan, misschien niet. We kijken nog even hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Oké, wat zou het bestuur van de Nationale Kunstbeurs nog meer kunnen betekenen? Behalve, eigenlijk is dit het grootste event, om het zo te noemen, voor de kunstenaars. Maar zijn er nog andere momenten waarbij je kan zeggen van oké, hieraan hebben de kunstenaars zeker wat aan? Ja, dus we hebben bijvoorbeeld voordat de pandemie begon,
hadden we beginnersevenementen waar nieuw talent zich aan kon sluiten. En daar wilden we steeds meer naartoe werken. Helaas heeft de pandemie wat roet in het eten gegooid, waardoor we die kleine evenementen moesten stopzetten, tijdelijk. Maar wanneer het allemaal weer een beetje terugkeert naar normalisatie, dan gaan we wat meer proberen te doen voor de beginnende kunstenaar en voor de jeugd. Je weet als geen ander hoe ons kunstniveau eruit ziet. Mm-hmm. Zie je dat hij elk jaar omhoog gaat? Ik zie dat de enthousiasme er is en ik zie dat er veel talent is in Suriname. En het schuilt nog in hoekjes. Ik denk dat mensen weinig de durf hebben om hun werk te showen. Ik zie heel veel kunstenaars bezig en dan vinden ze van, oh, ik ben niet goed genoeg voor de kunstbeurs. Of ik kom volgend jaar meedoen, maar dan komen ze niet. Terwijl ik weet dat ze talentvol zijn en dat ze zouden schitteren op de beurs. Mm-hmm. Dus ik denk, ik wil mensen graag oproepen om wat meer zelfverzekerd te zijn en om wat meer durf te hebben. Je kunst is niet gemaakt voor de garage, het is gemaakt om gezien te worden. Oké, okay, tot slot Juan. Mm-hmm. Wat zie je het meest? Fotografie? Houtsnijwerk of beeldhouwkunst, wat zie je het meest? We zien voornamelijk schilderkunst, mm-hmm. maar zoals ik al zei, digitale technologie. De technologie speelt een rol in die ontwikkeling van de kunst en dat zie je meer naar voren komen. En dat vind ik een ontwikkeling waar ik blij mee ben. Maar we zien voornamelijk nog schilderkunst, maar ik ben echt op zoek naar mensen die installaties maken, mensen die aan beeldhouwwerk doen of keramiek. Ik hoop dat men zich ook meer daarin gaat verdiepen, zodat we meer diversiteit krijgen in het kunstlandschap in Suriname. Maar voornamelijk zie ik nog voornamelijk schilderkunst. Ja. Suriname heeft niet zo lang terug twee grote kunstenaars vaarwel moeten zeggen. Zeg maar, De Vries, Irodi Kromo. Dat gat wordt zo opgevuld voor jou? Het gat ga je nooit vullen. Mm-hmm. Je blijft aan ze denken, je blijft aan ze eren. Je wordt ook emotioneel als je hun werk ziet. Dat is geen gat dat je ooit zal kunnen vullen. Maar de invloed die die twee kunstenaars hebben gehad op het landschap in Suriname, op de jeugd die ze hebben geïnspireerd, op de generatie die na hun komt, zal voor altijd onderdeel zijn van hun werk. Meneer Ferrier, u gaat ook participeren aan de Nationale Kunstbeurs. Ja. Is het uw eerste keer dat u meedoet? Nee, het is mijn vierde keer. Mm-hmm. En hoe is het elke keer weer ten opzichte van het jaar daarvoor? Het is sowieso elke keer een ervaring, omdat ik ben de eerste geweest die echt met digitale art is gekomen op de beurs. En ik, om dat steeds te vervolgen is super cool om eigenlijk het digitale art een beetje te promoten. Voor de leek, net als ik, wat moeten we verstaan onder digital art? Alle art dat ik doe, wordt gedaan op een tablet. Iets als dit, maar dan een veel grotere, die ik thuis heb. Ik zit ook echt erachter. En basically wat elke artist gewoon doet, tekenen, schilderen, alles, maar dan digitaal. Dus het is niet op canvas of zo. Je kan het uiteindelijk op canvas laten uitdrukken. Maar je kan het ook laten uitdrukken op heel veel andere materialen. De scope is groter qua mogelijkheden. Ja, het is de tweede keer dat deze Nationale Kunstbeurs online gaat plaatsvinden. Ja. Is dat een beperking voor jullie als artiest, kunstenaar, om zo online bezig te zijn? In het begin dacht ik dat het een beperking zou zijn, maar ik ben er erg van geschrokken dat het in tegendeel beter is gegaan voor mij, ook voor de verkoop van mijn spullen. Mm-hmm. Dus ik heb betere ervaring gehad met de online beurs dan de
metaverse waar mensen gewoon komen. Oké, u bent bezig met digital art. Yeah. Is dat iets dat zwaar aan het opkomen is vergeleken met de andere kunstwerken, houtsnijwerk, Nee, we tekeningen. Zijn nog in de minderheid, heel erg in de minderheid zelf. Maar stapvoets komen er steeds weer een paar. Ik heb vorig jaar ook twee nieuwe digital artists bijgezien. En ik encourage eigenlijk meerdere jongeren om, als je een tablet hebt en je maakt mooie art, het is evenveel art als iemand die schildert. Dus weet je, ga zo door en geef jezelf op voor de kunstwerk mee. Moet jouw tablet aan bepaalde specs voldoen? Want ik neem aan dat het een zwaar programma is. Ja. Ik kan niet met any tablet beginnen met kunst. Nee, je kan echt letterlijk met any tablet beginnen, maar elk ding heb je natuurlijk classes. En ik denk wanneer je iemand, je begint met een goedkope en je gaat uiteindelijk steeds naar iets duurder. Bijvoorbeeld dit is bijvoorbeeld de Surface Pro van Microsoft. Dit is niet goedkoop, om het zo te zeggen. Maar je kan ook heel makkelijk met de Samsung Galaxy beginnen. En ik heb mensen gezien die prachtig artwork doen op de Samsung Galaxy. Dus het maakt niet uit met het qua geld. Het is meer, het is gewoon basis. Laat me het zo zeggen, het is kwaliteit meer. Maar je kan het letterlijk met de goedkoopste, met $25 kan je beginnen. Oké. Van waar eigenlijk de liefde voor deze vorm van kunst? Ik ben een grote fan van Walt Disney geweest, altijd. En een keer keek ik naar een documentaire over Disney en Marvel. En ik zag die mannen op die tablets bezig. En ik zag op een gegeven moment, wat is dat eigenlijk? Wat doen ze? En iemand zegt, dit is wat de grote boys doen in de studio's. Ze zitten achter een tablet, ze zitten niet meer op papier en zo. En ik zag dat meer als een challenge voor mezelf. En ik heb mezelf omgeschoold toen om digital art. Want ik heb daarvoor gewoon normale art gedaan, net als elke andere kunstenaar. Ik heb mezelf meer omgeschoold in de laatste 4 jaar. Oké, tot slot een boodschap voor vooral jongeren. Want ik neem aan dat deze hobby of deze liefde het meest voorkomt bij jongere mensen. Of vergis ik me? Nee, ik denk inderdaad nu veel jongere mensen. Ouderen hebben, ze snappen het nog niet echt. Uh-huh. Maar ik ben niet jong meer. Oké, een boodschap voor de mensen die eigenlijk nog een beetje de maitak, de maishenshen, zo. Maar de angst ervoor hebben bedoeld. Ja, maar er is nu een forum toch om mee te doen. De hele wereld kan je nu volgen via die online edition. Wat voor boodschap heb je voor die mensen? Nou, gelukkig met de technologie maakt het nu bijna makkelijker voor iedereen om vanuit zijn telefoon te tekenen. Je kan vanuit elke tablet, de goedkoopste tablet, tekenen. Dus alsjeblieft, als je van art houdt, dus je kan zoveel kanten op digitally. Probeer het. Trek je stoute schoenen aan. De software is heel vaak gratis. Doe het gewoon. Ik heb het gewoon gedaan. Ik begon gewoon YouTube-filmpjes te volgen. Met mensen te praten in het buitenland. De wereld is kleiner nu met het internet. Je kan ook via social media vragen stellen aan buitenlandse artists die ook heel open staan om je te helpen met wat je moet kopen. Dat ze hebben me uitgelegd welke tablet ik moest kopen. Dus doe het gewoon. Weet je, gewoon stoute schoenen aantrekken en het doen. Mevrouw Brunings, u gaat ook deelnemen aan de online editie van de Nationale Kunstbeurs. Waarom heeft u besloten om mee te doen? Ik vind de kunstbeurs goed, de Nationale Kunstbeurs, een heel goed platform. Want sowieso nu, omdat we niet alleen nationaal zichtbaar zijn, maar ook internationaal. Mm-hmm. Dus ik vond wel dat het een mooie manier was om mijn eigen kunst ook naar buiten te kunnen brengen. Hoe lang bent u al bezig met kunst? Oké, met kunst schilderen, want ik ben eigenlijk al mijn hele leven lang bezig met kunst. Maar met schilderen ben ik bezig sinds 2000, dus al 21 jaar. Ik heb lessen gehad bij Suki Irodikromo en George Struikelblok, ongeveer 4 jaar lang. Twee expos ook gedaan, toen groepsexpos met andere kunstenaars. En eigenlijk 3. Ja. En toen ben ik in 2010 gestopt. Niet omdat ik het zo graag wilde, maar ik had 3 kleine kinderen, achter elkaar kinderen gehad. En het was gewoon erg moeilijk om met 3 kleintjes en mijn eigen normale baan, grafisch ontwerpen, dus ook een beetje in de kunst, om daarmee, weet je, door te gaan met mijn schilderen. Dus ik heb het laten liggen, 10 jaar lang. En vorig jaar, 2020, kreeg ik ineens een drang om het weer op te pakken. En dat heb ik gedaan.
En ik moet zeggen dat ik, zoals het vroeger eigenlijk toch meer een hobby was, is het nu uitgegroeid tot een passie. Passie. Het is echt een drang die van binnen komt en ik moet elke dag bezig zijn met mijn kunst. Anders heb ik het gevoel dat ik die dag niet heb geleefd. Oké, Ik zie twee kunstwerken bij u. Kunt u misschien vertellen wat ze allemaal precies inhouden? Oké, laat me beginnen te vertellen dat ik mijn kunst is niet zozeer een verhaal, ook niet zozeer een statement. Ik schilder veel meer vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn gevoel. En ik ben iemand die wel altijd probeert de dingen van een positieve kant te zien. En dat wil ik wel ook graag met mijn kunst overbrengen. Dus eigenlijk is het meer het is niet echt een story, maar ik probeer meer een gevoel over te brengen. Een gevoel om mensen, en eigenlijk het liefst om mensen ook blij te maken. Mm-hmm. Ik hoor ook heel vaak als mensen naar mijn kunst kijken van ik word blij van je kunst. Ik voel me happy als ik er naar kijk. En dan heb ik eigenlijk ook bereikt wat ik wil. Mm-hmm. En heeft dit gevoel een naam? Deze heeft nog geen naam. Het is een vierluik, maar er gaat nog iets mee gebeuren. Ik ben nog niet helemaal klaar ermee, maar ik wil nog niet verklappen wat ik ga doen ermee. Maar dit is het onderdeel van vier schilderijen. En het hoort in een serie waar ik nog twee andere van gemaakt heb die een stuk groter zijn. En het houdt allemaal verband met elkaar. Maar dat, als je het niet erg vindt, dan bewaar ik dat even tot de kunstbeurs zelf. Oké. Okay. Mag dat? En ja, tot slot een boodschap aan opkomende talenten, zeg maar. Ja, er is dus inderdaad heel veel informatie online. Maar je kan ook kijken naar andere schilders die gewoon bezig zijn met hun werk. Want daar haal je ook heel veel inspiratie uit. Ik ben zelf ook begonnen met een YouTube-kanaal waar ik zelf ook schilder en soms ook wat tips geef. Maar eigenlijk meer, je ziet me meer aan het werk daar. En daar kunnen mensen ook inspiratie uit halen. We zijn dan aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra. We hebben uitgebreid gesproken over de Nationale Kunstbeurs en we kijken allemaal uit naar de start van de online edition. De tweede keer, wel te verstaan. Tot de volgende keer.